Sammy Bossut, 2-1 thuis overwinning, 9-9 in de play-offs tegen Club Brugge, een ploeg die ook op dreef was. Ja, ik denk dat dat fantastisch is voor de club als Waregem als je maar 9-9 in de play-offs kunt starten. Ik denk dat dat onze beste start is in de derde keer de play-offs dat we meemaken. En ik denk dat we daar nu moeten van genieten en nu toeleven naar de volgende wedstrijd op Anderlecht. Ja, naast is Club Brugge thuis, ligt je wel? Ja, kunnen wel zijn. Ja, kijk, ik ben blij dat we overal gewonnen hebben en dat ik ook een doelpunt kunnen scoren. Dat is goed voor mijn vertrouwen en goed voor het vertrouwen van de ploeg. Hoe surreëel is die 9-9 voor ons? Oké, het is heel belangrijk. We waren goed bezig, we waren goed vertrokken met play-off 1. En dat we nu die 9-9 kunnen halen, is nog een keer een bevestiging dat we goed begonnen waren. En ik denk dat voorlopig het niet beter kan zijn dan voor ons. Ik denk dat we al heel het seizoen thuis de pannen van het dak spelen. En echt met de mentaliteit, we gaan hier niet ten onder. En ook met de fantastische 12e man die terug... achter ons stond vandaag echt chapeau voor de supporters en de sfeer erin gebracht. En ze hadden ons gesteund en ook na het tegendoelpunt bleven ze ook ons aanmoedigen. En het is ook een beetje dankzij hen dat we nog kunnen tegenprikken. Hoe moeilijk is het om zo vroeg in de wedstrijd eigenlijk al te moeten invallen? Ja, het is niet simpel. Je hebt ook niet volledige opwarming gedaan. Het wedstrijdritme lag redelijk hoog. Dan is het wel moeilijk om direct in te vallen en direct klaar te zijn natuurlijk. Maar dan ben ik wel natuurlijk heel blij als ik na twee baltoetsen eigenlijk al kan binnenschieten. Maar dan halfweg die tweede helft krijgen we toch dat tegendoelpunt na een rode kaart voor Sven Kums. Wat denk je dan op zo'n moment? Ja, goed, we kwamen onder druk te staan en ze zetten alles op alles. Ze brachten Good Johnson in, Vasquez in. Ja, en dat was het om de bedoeling voor ons voor toch die druk te houden op die ballen, zodat ze die centers niet konden voor doel werpen. En één center was wel gevaarlijk en dat was dan een tegendoelpuntje. Maar goed, ik denk dat we dan de kopjes niet hebben laten hangen en dat we goed in organisatie gespeeld hebben. En, ik denk een mooie tegenprik via Rafael en Torgen. En denk wel de verdiende overwinning. We moeten vooral denken dat we nog rustig moeten blijven. Er komen nog veel matchen aan. Er zijn nog 7 wedstrijden. En dat is heel veel. Iedereen staat nog altijd heel dicht op elkaar. Maar je kunt wel zeggen dat we weer volledig meedoen. En niemand had dat gedacht voordat de play-offs gingen beginnen. Dat had iedereen ons al afgeschreven. Dus we staan daar en dat is wel verdiend. Het blijft onvoorspelbaar, hè, die play-offs. Ja, tuurlijk. De ene week gaat die ploeg zijn dat eerst gaat staan of tweede gaat staan. De andere week gaat iemand anders zijn. En dat zijn de play-offs. Hè. Er wordt al hier en daar veel over de titel gepraat. Nu goed, de titel, we weten wat dat is. Dat is iets dat op de voorkant van een boek staat. Dus wij praten daar niet over. Wij gaan het over de wedstrijd tegen Anderlecht hebben. Opnieuw een mooie affiche, zoals allemaal die wedstrijden in de play-offs. Steun gaat daar ook belangrijk zijn. Hè? Ja, inderdaad. Denk, maar goed, ik heb er alle vertrouwen in dat ons uitvak zal uitverkocht zijn in Anderlecht. Ook omwille van, we hadden dat vorig jaar de titel laten liggen, denk ik. En we hebben daar iets recht te zetten in het Constant van Stokstadion. En we gaan er ook alles aan doen om een goede wedstrijd te spelen en niet te verliezen. Dinsdag, een wedstrijd in een stadion dat enkele herinneringen oproept naar vorig seizoen. Ook voor jou in het bijzonder, ook daar gescoord. Dinsdag opnieuw? Ik hoop het, maar kijk, het maakt niet uit wie dat er zal scoren als ze maar winnen. Nu, 6 ploegen in play-off 1, 5 tegenstanders voor jullie. Is Club Brugge misschien nog net iets specialer voor jou om tegen te spelen? Aangezien dat de favoriete club is van jouw broer? Ik dacht dat die vraag ging komen, maar goed. Je heeft een berichtje gestuurd van de mannen van veel succes, wie hoort Brugge. En ik heb hem teruggestuurd, we are SCV in hoofdletter. En ik zeg, veel plezier en geniet van het spel van Zulte Waregem. En ik denk dat nu terug uitgekomen is. Maar ik denk wel in zijn binnenste van zijn hart dat hij toch wel mee de overwinning gaat. Dat is tof, zo sympathiek is hij dan ook wel. Eén ding onthoud ik, we are SCV en ook dinsdag in het Astridpark. Ja, volle bak tegenaan en met vol vertrouwen. Oké, we kijken er naar uit. Bedankt Sammy Bossut.